In het algemeen kunnen stoffen voorkomen in drie fasen. Zoals je hier ziet, de vloeibare fase van water, de vastfase van de sneeuw, zeg maar, en de gasvormige fase van waterdamp. De gasvormige fase gaan we nou nader bekijken. Hier zie je een fluitketel waar het water kookt. En de gasvormige fase kun je dus niet zien. Nou, hier net na het duitje hebben we waterdamp. Dat is een onzichtbaar gas. En dat is boven de 100 graden Celsius in dit geval. Eigenlijk is dat de stoom. Dan koelt het af, die waterdamp. En dan vindt er condensatie plaats. En dan zie je hier dus water. Dus dit is water, die druppeltjes, de vloeibare fase. En hier is het de gasvormige fase. Er zijn dus drie fasen, de vaste, de vloeibare en de gasvormige fase. Als we nou bekijken aan de hand van het deeltjesmodel, dan zie je bij de vaste fase dat de deeltjes heel dicht bij elkaar zitten. Die trekken elkaar aan en die trillen allemaal om hun evenwichtsstand. Als het nu warmer wordt, dan komen die deeltjes zeg maar een beetje los, krijgen ze meer energie. En dan kan de vloeibare fase ontstaan, zoals je hier ziet. Als we nou nog meer warmte toevoegen, gaan de deeltjes nog harder bewegen, kriskrassen door elkaar. En dan hebben we te maken met de gasvormige fase. Water kan in verschillende fasen voorkomen bij het weer. Denk aan de vloeibare fase bij dauw. De vloeibare fase bij mist. Want je kan de druppeltjes zien hangen in de lucht. De vaste fase bij rijp, een takje. De vaste fase bij ijzel. Maar in de lucht is ijzer weer vloeibaar, dus onderkoelde regen. Als we nou een sneeuwvlokje bekijken met een microscoop of een vergrootglas, zie je een heel regelmatige structuur. En sneeuwvlokken zijn opgebouwd uit kristallen, zoals je hier ziet. Een thermometer bestaat gewoonlijk uit drie onderdelen. Een reservoir, dat is de opslagplaats, een dun stijgbuisje en een schaalverdeling. Vroeger werd er kwik gebruikt, tegenwoordig alcohol, omdat kwikdamp giftig is. Nou, Celsius heeft een handige thermometer bedacht, zeg maar. Hij hield hem in smeltend ijs en dat noemde hij 100 en dat werd later 0 genoemd. Smeltend ijs is 0 graden Celsius en daar blijft het streepje ook, ja, daar blijft de alcohol zeg maar staan. Tijdens het smelten blijft de temperatuur constant. Dan hield hij er een brandertje onder en dan werd het op een gegeven moment, ja, dan kwam het tot hierboven zeg maar, en daar zette hij 100 neer. 100 graden Celsius is dan de temperatuur van kokend water. Hij verdeelde de afstand tussen 0 en 100 in 100 gelijke delen, stap 3. En dan ging hij ook nog een schaalverdeling onder 0 en boven 0 aanbrengen. Als je nou kijkt naar het stijgbuisje, als je dat smaller maakt, dan heb je uiteindelijk een heel lange thermometer nodig, maar dan is die wel heel gevoelig. Dus als het een beetje warmer wordt, stijgt die direct heel veel. Dan heb je eigenlijk een nauwkeurig af te lezen en gevoelige thermometer. Als je nou het reservoir heel groot maakt en het wordt warmer, stijgt die uiteraard meer, kan het meer uitzetten dan bij een klein reservoir. Dus een groter reservoir zorgt voor een snellere stijging dan een klein reservoir. Nou, er zijn nog 6 faseovergangen, die moet je kennen. We hebben 1 van vast naar vloeibaar, dat heet smelten, bij water ook wel ontdooien genoemd. Van vloeibaar naar vast is stollen, bij water ook wel bevriezen genoemd. Van vloeibaar naar gas is verdampen. Van gas naar vloeibaar condenseren. Van gas naar vast, dat is een vreemde, die slaat vloeibaar over. Dat is rijpen, denk aan het ijs in de diepvries of rijpen op een takje. En dit is ook een vreemde 6, van vast naar gas. Dat is vervluchtigen of sublimeren genoemd, mag allebei. Denk aan de was die droogt als het bevroren is, dan gaat het in één keer van vast, als het vriest, naar gas. Of vaste zeep die bijvoorbeeld ruikt. Hier staan de antwoorden nog een keer. Water is een uitzondering. Waarom? Alle stoffen zetten uit als ze warmer worden en krimpen als ze kouder worden. Maar water onder de 4 graden Celsius gaat uitzetten. En als het ijs is, neemt het volume zelfs wel ongeveer met 10% toe.
Dus als we ijs laten smelten, hebben we op een gegeven moment een punt waar het gaat smelten, het ijs, en dat heet het smeltpunt, oftewel het vriespunt of stolpunt. Er zijn dus drie namen voor, en dan blijft de temperatuur constant. Tijdens het koken blijft de temperatuur ook constant, en dan staan er dampbellen door de hele vloeistof. Bij water dus waterdampbellen, bij alcohol dus alcoholdampbellen, en die ontstaan niet alleen hieronder, maar door de hele vloeistof. Dus tijdens het koken blijft de temperatuur constant, en dan staan er overal dampbellen. Hoe kun je de fase bepalen van een bepaalde stof bij een temperatuur? Bijvoorbeeld water van 20 graden Celsius. Je zet een streep bij het smeltpunt en de temperatuur. Kookpunt weet je ook. En dan weet je, onder 0 graden Celsius is water, ijs, dus vast. Boven de 100 graden Celsius een gas. En daartussenin, uiteraard vloeibaar. Nou, nu is 20 graden Celsius daartussenin, dus een vloeibare fase. En dit stappenplan mag je bij alle stoffen doen. Hier zie je een tabel met smeltpunten en kookpunten. En bij min 114 graden smelt de stof, kun je kijken, hoef je niet te leren, alcohol, min 114 graden smelting. Als we nu een temperatuur van min 200 graden Celsius hebben, en we willen de fase van alcohol weten, gaan we kijken, min 200 graden bij alcohol is lager dan het smeltpunt, en lager dan het vriespunt, heb je net gezien, is vast. Bij min 80 graden is alcohol, dan ga je kijken, min 80 zit tussen smelt en kookpunt in, dus de vloeibare fase. En bij 80 graden Celsius is het boven het kookpunt, dus een gas. Nou, let op, straks bij stikstof is het wat lastiger met die minnetjes als kookpunt. Als je zout toevoegt aan ijs, dan verlaag je het vriespunt. Dus als het dan min 5 graden Celsius bijvoorbeeld is, of min 1, 2, min 4, dan kan het nog steeds vloeibaar zijn. Dus zout verlaagt het vriespunt. Hier zie je ijs en dat laat ze smelten, de warmte toe te voegen. En dan kun je een smeltdiagram tekenen. Nou, wat zien we hier gebeuren? Kan ik deze even pakken. We hebben ijs min 50 graden Celsius en hier begint het te smelten. Bij 0 graden blijft de temperatuur dus ook constant, bij 0 graden Celsius. Vervolgens breed je door. Warmer dan 100 graden Celsius kan niet. En hier gaat het dus koken. Nou, ik heb hier de vaste fase. Tijdens het smelten heb ik de vaste en de vloeibare fase. Hier is het gesmolten, dan heb ik alleen maar de vloeibare fase. En tijdens het koken, nou, ontstaan er overal dampbellen, heb je eigenlijk de vloeibare en de gasvormige fase. Dus ijs, ijs en water, water en stoom. Smeltpunt, kookpunt.